Dominique de Jonk, ik ben 14 jaar oud. Ik doe ongeveer nu 5 jaar, ongeveer 6 jaar, doe ik aan de zwemmen. Mijn beste afstanden zijn onder andere 100 vlinderslag en 2 vlinder en ook nog een paar afstanden op de bosjepel. Wat er nou precies zo leuk aan zwemmen is dat als je zwemt, dan kan je eigenlijk gewoon heel je gedachten kwijt. En het is gewoon heel mooi om gewoon te racen en soms op de 100ste van elkaar te winnen of te verliezen. En dat is gewoon heel mooi. Ik vind Ranomi Kromowidjo een heel goed voorbeeld voor mij. Ze kan gewoon heel slaag, ze kan borstkool, ze kan vlinderslag en ze zwemt ook gewoon heel mooi. En ze is ook gewoon heel aardig. Ik train nu ongeveer 8 keer per week. Soms is het zwaar, maar je kan tussen de middag kan je ook gewoon uitrusten. En je zit dan misschien soms wel op school, maar ja, dan rust je ook gewoon uit. Mijn school houdt er heel goed rekening mee. Ze mogen bijvoorbeeld zeggen dat als ik een groot weekend aan wedstrijd heb gehad, dat ik toetsen mag verplaatsen of andere keren mag maken of huiswerk wordt opgeschoven. En ja, zo wordt gewoon heel goed rekening mee gehouden en daar ben ik blij mee. Als vriendinnen tegen je zeggen van ja, ga je mee op stap of ga je mee afspreken, ja, dan is het eigenlijk van nee, sorry, ik moet trainen. Maar ja, soms dan is het natuurlijk jammer dat je niet met vriendinnen mee kan, maar je gaat er wel voor trainen en je weet waar je het voor doet. Ik hoop gewoon heel ver te komen en onder andere gewoon op de Olympische Spelen. En het is gewoon al heel mooi om de eerste stap nu te hebben om naar de EOF te gaan in Hongarije. Nederland staat nu op de